Lisa Winkels en leuk dat je weer kijkt. Ik ben vandaag in Zwolle zoals je ziet. Het is zaterdag en ik laat jullie zometeen mijn outfit even zien. En ik laat allemaal items zien in het grijs. Want ik reed hierheen, ik dacht wat is het een grijs weer. En toen dacht ik, ik ga eens even wat met grijs doen in de vlog. Dus grijze tassen, grijze rokjes en allerlei leuke grijze items. Dus kijk weer mee deze week. Nou, mijn outfit vandaag is een heerlijk groen pak. Geen grijs dus, maar groen. En het is van Indies. Het heeft een beetje een stretch materiaal, maar van binnen is het vlies. Dus, och, heerlijk warm. Ik heb het gecombineerd met een leuke stretch blouse van Marcane in het wit. En zoals ik in de vorige vlog al zei, ik vind het heel leuk dat het weer wat voorjaar wordt. Dus mijn sneakers kunnen weer uit de kast. En deze zijn nieuw trouwens, we zijn nog heel erg wit. Maar die zijn van Fila, hebben een iets hogere zool, vind ik altijd wel stoer. Dus die combineer ik dan met dat pak en dat vind ik dan erg leuk. Deze riem hoort bij het pak, het is ook groen met een beetje een zwart streepje, net als hier in de broek. Dus helemaal een leuke set. En dan heb ik dat gecombineerd met zilveren sieraden. Nou, mooie set, maar we hebben ook hele mooie dingen, dus ik zal het jullie laten zien. De kleur grijs. De kleur grijs is een hele makkelijke kleur om van alles mee te combineren. Het is een zachte kleur. Het kan heel veel tinten erbij hebben. Het is mooi te combineren met wit, met roze, met crème, met zalm, met lila. Wat ik in de vorige vlog heb laten zien wat een mooie kleur is voor dit voorjaar. Dus je kan er heel veel mee. Het is echt een hele mooie basiskleur. En vooral zo richting voorjaar is grijs een hele mooie basiskleur. In plaats van bijvoorbeeld zwart, wat dan weer net wat te donker is. Nou, we hebben hele mooie items. Ik heb er een paar uitgekozen. Prachtig jasje van Stefanel. Is een Italiaans merk. En heeft een hele mooie wol. Het is nog een kort modelletje. Dus een driekwart mouwtje. Dus die kan je nog heel goed lang doordragen in het voorjaar. En dit is een maat S. Ik heb ook nog een anthracietkleurig jasje van Pau. Ik zal hem weer wat dichterbij laten zien. En die is double breast en heeft hier een heel mooi logo. En nou, heel klassiek jasje, maar toch door die double breast en dat logo wat sportiever. Dit is een maat L. Twee fantastische rokjes. In een heel klein maatje helaas. Dit is een Alexander McQueen. Gewoon heel simpel, recht model. En dit is een Yves Saint Laurent met een heel klein streepje erin. En dat is ook een maat 34-36. Een heel mooi dun jasje van Max Mara in een maat 34-36. En heel basis, gewoon simpel, maar met een fantastische lijn en pasvorm. En dan heb ik nog een heel mooi jasje van Escada. Dit is een beetje boucletstof, maar dan wel de zomervariant. Het is een maat 38. En het leuke daarvan is dat er dus de binnenvoering is wat effen grijs. Maar er zit ook nog een jurk bij. En dat is dus net, dit is dan de voering zeg maar. En dit is dan van het jasje. En dat hoort dus bij elkaar. En dat is een maat 38. En het is dus van Escada. Dus als je wat speciaals hebt, is dit toch wel een fantastische set. Nou, leuk tasje erbij kan natuurlijk ook. Hier een heel schattig tasje van Ted Baker. Ted Baker heeft altijd dat leuke strikje. En is gewoon een grappig tasje voor erbij. En ook een hele leuke tas is deze van Obeck. En dat zijn van die winkels, daar kun je je hele tas zelf samenstellen. We hebben een paar van deze tassen hier in de winkel. En zijn eigenlijk onverslijtbaar, want het is een beetje een soort polyester. En je kan dan die handvaten zelf bedenken en de binnenvoering. Want het heeft dan, deze heeft dan een heel leuk, ik zal het even een beetje losklappen, en wat bloemetjes aan de binnenkant. Maar kijk, door die nopjes kun je dan je hele tas zelf samenstellen. Dus stel dat je heel kieskeurig bent en je zegt, ja, vind het wel leuk, maar ik had liever andere handvaten gehad. Dan kun je dus zo naar die winkel of op de website en dan kun je dat bestellen. En dan zet je die handvaten die jij wil, of dat je zegt, ik wil hem graag wat langer dragen. En dat je wat langere handvaten eraan zet. Kan je dat bestellen en dan doe je die eraan. Ik heb ook nog een hele mooie laars. Even zoeken waar die ligt. Moet je kijken wat een lange stretchlaars. Komt echt over je knie. Maar dat is zo handig in het voorjaar. Want dan is het nog een beetje fris. Maar dan wil je wel een leuk jurkje aan.
En dan doe je deze stretchlaars aan. En dan heb je een klein stukje panty nog van je been te zien. En dan is het toch nog best wel lekker warm en comfortabel. Er zit ook een heel mooi hakje aan. Hij is van Marc Cain en het is een maat 37. Heel erg mooi. Dus grijs, een mooie basiskleur voor in je kast. We hebben er ontzettend veel van. Dus denk je, hey, daar heb ik nog niet zoveel van in mijn kast. Dan kom je toch even lekker langs. En je weet, je kan altijd een item meenemen waarvan je denkt, vindt het heel leuk, maar ik weet er niks mee te combineren. Dan gaan we samen op zoek in de winkels naar iets leuks voor een hele set. Nou, kom gezellig langs. Ik ben binnenkort dus weer in Sneek of in Haren. Dat weet ik nog niet, maar dat zien jullie zo meteen. Nou, dat waren weer de poppen en de mooie indruk van Haren. Ik ben er weer en ik heb een leuke set aan in een crème tint. Het is een jasje van Fabiana Filippi. En nou, daar heb ik wel meerdere items van. En dat is heel erg goede kwaliteit. Dit jasje ook, dus wol en cashmere. Heerlijk warm. Daaronder heb ik een leuke top. Het is een beetje gepliceerd met een bling-bling randje. Die is van Gustav. En een broek van Cambio, een beetje in dezelfde tint als het jasje. En ook diezelfde tint beige laarsjes van Panada. Dus een crème kleurig lookje voor deze druilerige vrijdag. Nou, wat gaan we doen? We gaan even kijken in het magazijn, want ik hoorde dat heel veel dat wel leuk vinden om daar even te gluren. Dus ik zal even laten zien hoe het er ook alweer uitziet. En ik zal even een paar leuke items eruit pikken uit de nieuwe inbreng. Dus kom mee, we gaan naar achteren. Nou, dit is ons magazijn en een van de twee. Hier staan alle tassen die weer opgehaald moeten worden, keurig gerangschikt op nummer. Dat zijn allemaal items die niet in de winkel zijn gekomen. Hierachter hebben we rekken met spulletjes die opgehaald moeten worden. Hier nog een klein plukje inbreng van 2 dagen. En dan hebben we hier nog een magazijn. Dit is dus de inbreng die ik nu nog moet prijzen. En allemaal lege rekken, maar dat komt omdat het natuurlijk nu het wisselseizoen is, maar straks hangt het weer bomvol. Nog een paar nieuwe tassen en schoenen. En dit is een rekje, dat heb ik al geprijsd. En, oh ja, even omdraaien. Hier is ons keukentje, mijn kantoortje. Nou, ziet er op zich best netjes uit. Sommigen moeten daar heel erg om lachen dat het wat rommelig is. En dan zijn we weer in de winkel en ik hoor de telefoon, dus die nemen we straks wel op. Volgende week hebben we weer een nieuwe vlog online. En ondertussen op Facebook en Instagram allemaal mooie foto's met de nieuwste items. Met leuke tips en maten en waar het te koop is. Dus ook heel leuk om te volgen. Tot de volgende keer en denk eraan, tot leuke diva!